Goedemiddag allemaal, welkom bij het huiskamergesprek van woensdag 22 april. Live via Zoom te volgen voor de mensen thuis en in herhaling te kijken via YouTube. Mijn naam is Aline Broersen, ik ben eigenaresse van de Hartelijke Huiskamer. Ik heb dit bedrijf sinds 18 oktober vorig jaar samen met mijn dochter Juliette Broersen. De basis is opgezet rondom thema's. We willen mensen graag verbinden rondom thema's. Daarin hebben wij lezingen verzorgd, workshops, lotgenotengroepen, themabijeenkomsten en boekpresentaties. Dat is onze maatschappelijke lijn. En de inkomsten worden gegenereerd door de verhuur als huiskamer. Het is een prachtige huiskamer van 150 vierkante meter met een fijne sfeer. Die verhuren wij voor bedrijven als vergaderruimte, voor bedrijfspresentaties, workshops en voor coaching. Iedere dag heb ik eigenlijk een ander thema. Het thema van vandaag is events en startwijzer. Daarvoor heb ik als gasten uitgenodigd vandaag Rob van Loon en Hanny van Lent. Welkom. Heel fijn dat jullie zijn. Ik ben erg trots op dat jullie mijn gast willen zijn vandaag. Ik heb me al even voorgesteld en naast mij zit vast Ingrid Veling. Die is iedere dag mijn tafelgast. Ingrid heeft haar eigen coachbedrijf. Stelt voor mij de vragen op. Door haar expertise weet ze heel goed hoe dat werkt. Ingrid, zou jij je eventjes voor willen stellen? Ja, dankjewel Aline. Mijn naam is Ingrid Veling. Zoals Aline al vertelde, ik ben coach en trainer. Ik doe interim HR-opdrachten. En ik heb een netwerk opgericht om vrouwen helpen op posities te komen met impact. Want ik geloof erg in de kracht van diverse teams. Dat was hem. Dankjewel. Dankjewel Ingrid. Kort en krachtig. Heel leuk dat je er weer bent. Voor de mensen thuis nog even in het midden onderaan het scherm zie je chat staan. Mocht je een vraag hebben voor Rob of voor Hanny, kun je op chat drukken en dan zal Juliette, mijn dochter, die doet de technische dienst momenteel, zal jullie begeleiden om de vragen goed door te sluizen. Dan ga ik eventjes naar mijn gasten van vandaag. Rob van Loon van Horen Events, ondertussen ja, niet meer van Horen Events, geloof ik. Rob, kan jij je even voorstellen, wie ben je, wat doe je en waar woon je? Hey Rob, je moet jezelf nog even unmuten, ik hoor je nu niet. Gaat het zo beter? Ja, nu hoor ik je helemaal goed. Dankjewel nogmaals, mijn naam is Rob van Loon. Over 2 weken word ik 40 jaar. Ik ben getrouwd met Dora. Wij hebben samen een zoon van 2 jaar oud. Ik was tot 10 dagen geleden eigenaar van Events Holland BV. Helaas heb ik faillissement moeten aanvragen voor dat bedrijf, omdat wij actief zijn in de groepsarrangementen en toerisme. Verder daarbuiten ben ik spreker, coach en heb ik een boek geschreven over jong ondernemerschap. Dankjewel Rob, duidelijk verhaal. Dus wij gaan straks alles van jou horen over Horen Events en je andere activiteiten die je doet en hoe het jou gaat momenteel. Naast Rob hebben we als gast Hanny. Welkom Hanny ook. Leuk dat je er bent. Kun jij je ook even kort voorstellen? Dus wie ben je, wat doe je en waar woon je? Ja, dat doe ik graag. Hartelijk dank voor de uitnodiging Aline. Ik moet je zeggen dat het bijzonder leuk is om hier met z'n vieren op afstand, grote afstand, met elkaar bij elkaar te zijn. En zo toch een hele mooie uitzending te kunnen verzorgen. Samen met Ingrid, Juliette, Rob en Aline. Ik ben Hanny van Lent. Ik heb 3 man en 3 dochters. Het bedrijf is Startwijzer en we bestaan dit jaar 20 jaar. En wat wij vooral doen is de begeleiding van startende ondernemers. En daarnaast is het een loopbaancoachingbedrijf. Dus als je op een kruispunt staat in het leven en je wil iets anders gaan doen, dan komen mensen bij ons voor outplacement of voor loopbaanbegeleiding. Dank je wel, Hanny, voor deze introductie. Ik kom straks bij jou terug om meer te horen over Startwijzer, wat je allemaal doet met Startwijzer. Eerst ga ik nog eventjes met jullie iets persoonlijks, even iets meer over jullie te weten komen nog. Ik doe het eerst even met Rob. Rob, ik ga even terug met jou naar de basisschool, middelbare schooltijd. Wat voor jongetje was jij en wat wilde jij laten worden? En is het ook zo uitgekomen zoals jij dat in gedachten had? Of had je nog helemaal geen idee wat je wilde worden? Of hoe kun je daar iets over vertellen? Ja, leuke vraag. Nou ja, ik was als klein jochie ook best wel drukkig en doenig. Ik heb me vanaf mijn 14e, 15e met name ook heel erg maatschappelijk ingezet. Ik zat in heel veel lokale besturen.
van de toenmalige Koninginnedag tot de Zwaagse beddenrace, maar ook de wielerronde. Ik vond het geweldig om mijn buitenschool verder te ontwikkelen, mensen te ontmoeten. En ja, eigenlijk is die eigenschap natuurlijk niet veranderd en ben ik dat nog steeds. Het ondernemerschap zat bij mij niet in het bloed. Ik ben wel begonnen met het ondernemen vanuit een soort van trots en passie. Met name vanwege het mooie gebied waar ik in ben geboren en opgegroeid. Ik wilde heel graag met name buitenlandse gasten laten zien hoe mooi het allemaal is hier in het mooie West-Friesland. En dat is eigenlijk het vuurtje geweest waarom ik startte met ondernemen. Heel duidelijk verhaal, Rob. Dus als jongetje al echt ondernemend en je met allerlei activiteiten en evenementen al bezig en dingen te regelen, organiseren. En later toch ook het ondernemerschap, je trots blijkbaar ook op horen. En dat laat Horen Events ook duidelijk zien dat je heel gepassioneerd met horen en zijn charme bezig bent. Hanny, kun jij daar iets over vertellen? Hoe was jij als meisje op de basisschool en op de middelbare school? En is dat ook uitgekomen met wat je nu doet en wie je nu bent? Ik denk dat ik vooral heel veel in contact met vriendinnen was. Best wel een prater en veel in beweging. Dat heeft zich voortgezet in het feit dat ik na de middelbare school naar de ALO ben gegaan. Dat is lichamelijke opvoeding, Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dus sportacademie ben gaan doen. En ik twijfelde in die tijd tussen conservatorium en sportacademie. Dus ik was wel een doener. En ik denk dat het ondernemerschap er altijd in heeft gezeten zonder dat ik het zelf wist. Want ik ben op mijn 39ste pas begonnen met Startwijzer. Maar daar zit wel in dat ik mensen altijd in beweging krijg of probeer te krijgen of op een nieuw pad help. En ik denk dat daar nog iets terugkomt van de bewegende middelbare scholier. Ja, dankjewel Hanny. En Hanny, jij bent ook echt een ondernemer. Dus blijkbaar dat met dingen bezig zijn. En dat zit jou toch ook wel een beetje in het bloed, denk ik. Met altijd veel enthousiasme ook, zoals ik je ook ken. We gaan het eerst eens even hebben over het bedrijf Startwijzer. Dat is nu waar je echt mee bezig bent. Kun je uitleggen wat Startwijzer is en welke activiteiten je daarin allemaal doet? Ja, wij zijn nu best wel gegroeid in een korte tijd. We zitten in een groeifase. We zijn met z'n 25 nu. Dat is vrij snel gegaan ineens. Terwijl we hele lange tijd gewoon een kleine ploeg mensen zijn geweest. Wat we vooral doen is mensen helpen van idee tot concept. En het ondernemingsplan maken met ze. En kijken of ze dat dan ook nog kunnen realiseren in de praktijk. Sommige mensen hebben een krediet nodig, maar de meeste hebben vooral behoefte aan een coach of een bedrijfsadviseur, waardoor ze de totale begeleiding krijgen van idee tot realisatie van het eigen bedrijf of een eigen praktijk of het ZZP-schap. En daar hebben we in de loop van de afgelopen 20 jaar veel mensen in mogen begeleiden. Dus daar zijn we ook het meest bekend van dat stuk. Daarnaast doen we ook bijvoorbeeld voor werkgevers. Als je bij een werkgever bent, een loondienst, maar je zegt ik wil toch graag outplacement of iets anders gaan doen. Begeleiden we ook naar een nieuwe stap in de loopbaan. Nou, duidelijk verhaal. En ondertussen een bedrijf dus met 25 man die daar al werkt. Dus de begeleiding vanuit jullie denk ik dat ook heel goed is. Jij als directrice aan het stuur en oprichter van Startwijzer. Komt op mij heel professioneel over. Dus chapeau daarvoor. Wanneer mensen contact met jou opnemen voor hulp. Hoe ziet jouw aanpak er dan uit? En kun je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van geven? Hoe dat dan werkt? Iemand gaat naar jou toe. Ja. Ze komen meestal binnen via de website of telefonisch. Wat we dan doen is eerst een telefonisch gesprek. Gewoon even de basis opvragen. En dan krijgen ze een gesprek met een van ons, degene die een intakegesprek doen. Die duurt vaak een uur of anderhalf. En dan nemen we echt het totaalplaatje op. Want ik vind het belangrijk dat ik zowel weet waar de sterktes en de zwaktes zijn. Maar ik vind het ook belangrijk om te weten wat iemand van ons verlangt of nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Dus dan maken we een uitgebreid plan per persoon. En dat gaat naar de klant. En de klant kan zelf zeggen, daar staat alles in. Je hebt het goed gehoord en zo wil ik het graag komend jaar met jullie gaan doen. En wij hebben een ideaal verdienmodel, omdat meestal de klant zelf niet hoeft te betalen, maar een andere partij er ook belang bij heeft en die vaak betaalt voor ons klant. Dus dat kan UWV zijn of de werkgever. En daardoor lukt het eigenlijk ook in deze tijd nog steeds.
Ja, dus wat ik eigenlijk begrijp is dat je voor de klant en voor de partijen die daar omheen mee te maken hebben, dus UWV noem je onder andere al, een zo goed mogelijk oplossing zoekt wat bij iemand past en waar het bedrijf ook behoefte aan heeft. Dus je bent echt de schakel tussen al die mensen om het voor iedereen zo goed mogelijk ook te regelen. Klopt dat? Het is ook zo dat wij na een intakegesprek kiezen welke ondernemerscoach of loopbaancoach het beste match heeft met de betreffende klant. Omdat je kunt ondernemen in zoveel verschillende branches. Het is heel anders of je in de horeca start of met een webwinkel of dat je iets in de persoonlijke dienstverlening wil doen. Dus wij matchen dan met de diverse ondernemerscoaches. En inmiddels is het wel het grappige ook nu met de corona dat wij merken dat we gingen steeds meer landelijk. En we merken dat online zo'n vlucht neemt, dat de e-coaching en de begeleiding gewoon via alle nieuwe methodes en methodieken, dat gewoon gemakkelijk gaat, waardoor we ook nog steeds wel doorlopen met het aantal klanten. Ja. Nou, goed te horen, Harnie. Ik denk dat veel mensen daar profijt van hebben, zeg maar. Je bent ook al heel lang actief in Horen en kun je aangeven waar je het meest trots op bent, wat je hebt bereikt, wat je hebt neergezet of gedaan hebt met Startwijze? Kun je daar iets over vertellen, waar je het meest trots op bent? Eigenlijk denk ik op het hele team. Ik vind, zoiets doe je nooit alleen, doe je met z'n allen. Het feit dat het team zoals nu ook ervoor open staat om nu ineens met hele andere middelen te werken. We dachten eerst online en e-coaching of alles via Skype dat lastig zou zijn. En het blijkt eigenlijk dat nu we bij mensen persoonlijk in hun huiskamer binnenkomen, dat ze het nog prettig vinden ook. Dat er geen reistijd en reisstress is. Ik ben trots op het team. Nou, bij ons 10-jarig bestaan, 10 jaar geleden, toen kwam koningin Maxima bij ons, toen prinses. Maar ze kwam bij ons langs en vond ik bijzonder dat ze aandacht had voor social en financial inclusion. Dus hoe kunnen wij iedereen mee laten doen in deze samenleving? Ook als mensen bijvoorbeeld een arbeidsbeperking of een arbeidshandicap hebben. En dat werd bij ons een steeds grotere doelgroep ook. Dat mensen binnenkomen met een WIA of met een WW-uitkering. En dat ze dan geholpen worden. En uiteindelijk goed mee gaan doen in de samenleving. Maar naar behoren, naar kunnen, naar wat mogelijk is. En daar ben ik eigenlijk wel trots op. Dat mensen over het algemeen binnenkomen op een kruispunt in hun leven. Maar als ze weggaan, helemaal blij zijn dat ze weer hun pad gevonden hebben. En het mooiste zou ik het vinden als we naar de toekomst toe echt een community gaan bouwen. Daar zijn we nu mee bezig, landelijk. Omdat ik graag wil dat startende ondernemers of kleinschalige ondernemers elkaar ook echt stimuleren en de opdrachten gunnen. Want de grote jongens die redden het wel. Maar het is gewoon heel erg leuk als we vooral kijken hoe je lokaal of in de kleine eigen omgeving startende ondernemers en kleine ondernemers de opdrachten kunt gunnen. Waardoor zij ook een boterham hebben en ervan kunnen leven. Duidelijk verhaal, Harnie. Naast jouw ondernemerskwaliteiten begrijp ik dat jij ook het hart wel goed op de goede plek hebt. En dat je ook graag iets voor een ander mens ook betekent en op de goede plek te krijgen. Ingrid, heb jij al een vraag voor Harnie? Of reist ze al iets? Ja, het wat me zo opvalt in het verhaal van Harnie is dat zij is gewoon... ze komt mij over als een superconnector. Dus het connecten van mensen gewoon buiten alle kaders om. Gewoon heel creatief en inspirerend. En ik zou het zo leuk vinden om daar een voorbeeld van te hebben als je dat mag delen of als je dat hebt. Ik neem ook deel aan allerlei netwerken. Ik ben onderdeel van de Soroptimisten. Dat is een wereldwijd netwerk van vrouwen. En dat zijn echt vrouwen die een beroep heel serieus nemen. Maar ik ben ook lid van de Rotary. En ik doe mee aan een aantal raad van toezichtfuncties, zoals nu voor vrijwilligerspunt. Omdat ik echt denk dat we met z'n allen in de verbinding ook de mooiste dingen tot stand brengen. Eigenlijk geloof ik precies wat je, zoals jij het zegt, Ingrid, een 1 plus 1 kan 3 zijn als je elkaar iets gunt. En dan komt eigenlijk het mooiste in mensen boven als je dat met z'n allen bij elkaar brengt. Met z'n allen weet je meer. En bij zo'n vrijwilligerspunt vind ik het bijvoorbeeld nu fantastisch dat ik straks bij kan dragen aan meer social entrepreneurship. Want er is zo'n behoefte in deze samenleving aan meer zingeving. En ik denk dat corona daar ook aan bijdraagt. En dat dan de rollen die ik dan heb mooi samenvallen. En dat ik daar in een bescheiden vorm, maar toch aan bij kan dragen dat er goede dingen tot stand komen. Ja, jij creëert echt het rimpeleffect daar. Dat is jouw doel. Dankjewel.
visie vind ik natuurlijk ook prachtig om te horen, want daar kan ik me natuurlijk helemaal in vinden in die verbinding. Dus wat dat betreft is dat helemaal op één lijn met de visie die ik natuurlijk ook volg, dat ik mensen wil verbinden en dan daar een thema aan koppel. Maar prachtig, Hanny, in jouw werk dat jij ook die verbinding navolgt. Ik heb nog een andere vraag aan jou. Op de website vertel je in de inleiding dat ondernemerschap zowel heel veel vrijheid geeft, maar ook heel veel verantwoordelijkheid. Kun je dat een beetje toelichten? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele belangrijke. Want veel mensen die bij ons komen zeggen, ik kan niet onder een baas meer werken. Of ik wens niet meer onder een baas te werken. Heeft dan vaak te maken met dat ze of gepusht worden om bepaalde targets te halen. Of omdat ze het echt niet kunnen vinden of niet eens zijn met wat een leidinggevende ergens van vindt. Maar ik denk, vrijheid komt alleen maar samen met verantwoordelijkheid. Want als je voor jezelf begint, dan doe je dat voor eigen rekening en voor eigen risico. En juist in deze coronatijd zie je dus ook, je moet jezelf continu vernieuwen om in deze tijd ook overeind te blijven of je dienstverlening aan te passen. Want je hebt alleen bestaansrecht als je onder elke veranderende situatie weet dat je een probleem voor een klant oplost of dat je waarde toevoegt. En dat vergt nogal wat. Dus je moet ook een hele grote verantwoordelijkheid nemen. En dat heb ik zelf gemerkt toen Rutte op de eerste zondag met zijn verhaal kwam over corona en de crisis. Dan vlieg ik echt op de zondag naar de zaak om alles voor te bereiden, zodat ik wel de lijnen uit kan zetten. En dat vind ik belangrijk om te doen als er zoveel mensen ook van leven van dit vak. Dan vind ik wel dat ik de lijnen goed uit moet zetten en die verantwoordelijkheid ook moet nemen. Dankjewel, Hanny. Ik zie Rob ook al knikken. Ik denk dat jullie zijn allebei twee rasondernemers ook. En je bent continu in je geest bezig om dingen creatief, op een creatieve, goede manier ook op te lossen. En ik denk dat dat ook echt wel een van de belangrijke factoren van het ondernemerschap is. Dat je eigenlijk die creatieve geest moet altijd maar aanstaan. En dat is ook wel eens lastig. Maar het geeft natuurlijk ook heel veel vrijheden en mogelijkheden. Maar dat is een beetje natuurlijk die combinatie ook wat jij ook aangeeft. Nog een laatste vraag voor jou, Hanny, en dan ga ik even naar het verhaal van Rob. Dus Hanny, Startwijzer is ook maatschappelijk betrokken. Kun je daar een voorbeeld van geven? In wat voor opzicht je dat bedoelt? We hebben ook bijgedragen aan mensen die bijvoorbeeld bij ons komen met een idee. En die dan niet per se daarvoor betalen, maar als klant zeggen of als bij ons komen en zeggen, Hanny, kun je helpen of met je netwerk of door iets te ondersteunen. Zo heeft Cor bij ons in huis bijgedragen aan de totstandkoming van het MAC-blok Weer, een milieu-educatiecentrum. En Cor die heeft bijgedragen, even kijken, we hebben samen bijgedragen aan de totstandkoming van het Talententheater in Horen. En dat doen we puur omdat we het interessant vinden, leuk vinden en ook belangrijk vinden dat dit soort dingen er komen. Ook al is het gewoon een traject wat we erbij doen. Ja. Kijk even naar Juliette, want er gebeurt iets, denk ik. Ja, super. Staat het erop, Juliette, dat laatste stukje wat Hanny zegt? Ja, ze zit weer op het strand. Okay. Ja, zit er weer op. Ah, gelukkig. Ja, kom ik naar jou toe. Oké. Ja. Ik zie dat de batterij leegloopt. Dat komt door die oortjes. Ik merk dat die daardoor heel snel leegloopt, de mobiel. Dat is het. Het is dus heel fijn om aan veel meer dingen bij te kunnen dragen. Of ik nou... ik vind heel veel dingen belangrijk. En vooral dus in die verbinding en dingen tot stand brengen. En als ik daar een bij kan dragen, dan doen we dat. En soms doen we klanten ook gratis. Als iemand komt en zegt, ik kan er echt niet voor betalen, maar... we zien dat er echt iets nodig is, dan denk ik, er zijn er duizend en één manieren waarop je toch elkaar iets kunt gunnen of kunt helpen en iets tot stand kunt brengen. Dankjewel, Hanny. Prachtig verhaal. Je laat iemand ook niet zomaar zitten, zeg maar. Dus jullie zijn eigenlijk even ook de mensen die het echt wel nodig hebben. Probeer toch weer een oplossing voor te zoeken. Prachtig. Rob, ik ga eventjes naar jou toe. In 2008 ben je Events Holland begonnen. Dat was in de tijd dat de crisis was. Het is ongeveer 12 jaar geleden. Hoe ben je op het idee gekomen om dat bedrijf op te gaan zetten? Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ik heb HBO Toerisme gestudeerd in Breda. Daarna ben ik bij de provinciale regionale VVV beland. En mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit het internationaal promoten van de regio West-Friesland. Maar ook mensen die al in West-Friesland zijn zo goed mogelijk bedienen vanuit de VVV informatiepunten.
Ik ben daarna gaan reizen, veel in de hotellerie gewerkt. En daarna dacht ik, jongens, ik ga nu alles samengooien wat ik leuk heb gevonden in het recente verleden. En dat wil ik graag voor mezelf doen. En dat deed mij besluiten om in maart 2008 om 2:30 s'nachts, toen ik niet kon slapen, naar beneden te gaan, de laptop te pakken en een domeinnaam te claimen. En ja, dat was eigenlijk het eerste zaadje van de onderneming die een paar weken daarna ook stond. En ja, zo langzamerhand is dat bedrijf door de jaren heen ook uitgebreid. Wel Rob, duidelijk verhaal. Ik ken jou ook nog. Ik heb ooit bij het Museum van de 20e eeuw gewerkt. Achter de balie zag ik jou nog bij het Toeristisch Informatiepunt. Daar begon je toen. Hartstikke leuk. Je bent ook uiteindelijk Events Holland's grootste evenementenorganisatie boven Amsterdam uitgegroeid. Best een behoorlijke onderneming ook met 8 man personeel. Events Holland is heel veelzijdig. Kun je vertellen welke activiteiten er precies onder vallen onder de onderneming? En waar zouden de Hoordinezen of mensen in Noord-Holland Events Holland van kunnen kennen of herkennen? Of weten ze wie het, wat het is? Ja, nou, dat ga ik met plezier doen. Ik wil eerst nog wel even voor alle duidelijkheid benadrukken dat ik dus 10 dagen geleden zelf het faillissement heb moeten aanvragen voor Events Holland. Dat betekent dat ik dus op een terugblikkende manier kan praten over de activiteiten. Ja, we hebben door de jaren heen best wel heel veel footprints achtergelaten. We hebben eigen arrangementen ontwikkeld. We hebben de riviercruisemarkt ook echt richting de regio gebracht. In de tijd dat ik startte waren er enkele tientallen schepen op jaarbasis die in Hoornenkhuizen en Medemblik kwamen. Met name Amerikanen en Canadezen aan boord. Inmiddels heb je in Hoorn alleen al meer dan 500 aankomsten inmiddels op jaarbasis. Dus waar ik wel trots op ben, is dat ik in ieder geval die gang op gang heb kunnen brengen. En we hebben ook echt een culturele connectie kunnen maken. We hebben mensen vanuit verschillende culturen samen kunnen brengen. Een leuk voorbeeld daarvan is dat we op jaarbasis voor 1 specifieke klant, dat is dan maar een klein onderdeel van onze bedrijfsvoering geweest, dat we 5.000-6.000 Amerikaanse riviercruisegasten bij de mensen thuis in Hoorn op de koffie mochten uitnodigen. We hebben toen vanuit ons bedrijf een netwerk opgebouwd met 60-70 adressen op loopafstand van het schip. Met mensen die het gewoon ontzettend leuk vonden om Amerikaanse en Canadese gasten over de vloer te hebben. En dat zijn wel dingen waar ik trots op ben. En wat Hanny ook al zei, de bevlogenheid van het team waarmee ze werkt. Ik heb dat ook zelf zo ervaren. Ik heb met mensen samen mogen werken die er vanaf het eerste jaar bij waren. En de betrokkenheid, het ondernemersdenken, wat je van je collega's krijgt, dat stimuleert jezelf ook om altijd maar weer door te gaan. Ja, duidelijk verhaal Rob. Jij hebt Hoorn ook echt mooi op de kaart gezet. Ik kan me dat ook diverse dingen uit de krant nog herinneren. Dat inderdaad jullie me gezinnen zochten of mensen die Amerikanen ook op de koffie wilden en zo. En ja, dat staat me echt bij. Jullie hebben daar regelmatig ook mee gepubliceerd. En daar kun je ook heel trots op zijn dat je Hoorn gewoon op die manier op de kaart hebt gezet. Kijk even naar Ingrid. Wil jij al iets aan Rob vragen of zal ik op het boek van Rob eventjes verder gaan? Ik heb straks een vraag, dan is die relevant. Oké, prima. Zoals Rob al vertelde, ja, 10 april Goede Vrijdag heeft Rob zelfs een faillissement aangevraagd. Daar gaan we straks nog eventjes over hebben. We vertellen dus inderdaad over Events Holland zoals het altijd gegaan is. En het is net nog maar 12 dagen geleden dat Rob zijn faillissement heeft aangevraagd. Dus nog erg pril. Dus we willen eerst natuurlijk ook even weten hoe het bedrijf was. En ook even de reden waarom Rob het faillissement heeft aangevraagd en hoe dat er nu uitziet. Daar gaan we straks nog even op door. Ik wil het eerst even over je boek hebben. Kun je iets over je boek vertellen, Rob? Je hebt een boek geschreven. Ja, nee, absoluut. Kijk, door de jaren heen, ik was op mijn 26e begonnen met het starten van mijn bedrijf. Door de jaren heen merkte ik dat ik veel mensen ontmoette, ook een breed netwerk heb opgebouwd. En dan komt op een gegeven moment een aantal jaren geleden ook het punt waarop scholen, ondernemersclubs, serviceclubs je vragen van joh, kom je verhalen eens doen over jou als ondernemer en ook als leider van je bedrijf. En zodoende beland je in allerlei initiatieven. Ik ben als trainer-coach aan de slag gegaan bij
Onder andere een coachingsbureau uit Amsterdam, wat zich bezighoudt met outplacement trajecten, maar ook loopbaancoachingstrajecten. Maar verder ben ik met name in aanraking gekomen met jongvolwassenen en studenten. Ik sta regelmatig op voortgezet onderwijsscholen, maar ook mbo's en hbo's, eigenlijk in heel Nederland. Waar ik dan ook word uitgenodigd om te vertellen over het hoe en waarom van mijn onderneming, maar ook wat mij daar precies gelukkig in maakt. En wat ik merkte uit de feedback van mijn opdrachtgevers, vanuit die scholen en organisaties, was met name dat ze het heel mooi vonden om te horen met hoeveel energie, zelfvertrouwen en power dus ik ook praatte over het ondernemerschap en daarmee dus ook andere mensen inspireerde. Dat is een van de redenen geweest waarom ik heb besloten om een boek te gaan schrijven. Ik heb niet alleen door Events Holland, maar ook vanuit andere maatschappelijke functies een internationaal netwerk opgebouwd. En ik dacht, ik ga een Engels boek schrijven, met ook oefeningen, over jong ondernemerschap. Omdat ik merkte, bij met name die studenten en jongvolwassenen, dat ze vol creativiteit zitten, vol ideeën. Maar dat iets ze tegenhoudt om ook daadwerkelijk die sprong te maken naar het ondernemerschap of naar het zzp'en. En mijn missie is dan ook om die mensen toch een positieve duw in de rug te geven en ze te helpen om echt zelf het initiatief te nemen. Niet te veel zichzelf laten leiden door de meningen van anderen, maar echt gewoon doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. En ik probeer ze dat stukje lef mee te geven. En dat is ook de reden waarom ik in september 2019, een half jaar geleden, dat boek heb gelanceerd. En ik kan met trots melden dat het boek nu in 13 landen in Europa ook daadwerkelijk wordt gelezen. En vanuit het boek zijn er ook weer hele mooie dingen ontstaan. Een klein voorbeeldje daarvan is dat ik afgelopen januari een maand naar Azië mocht. Mede gefaciliteerd door het ministerie. Om daar ook op universiteiten empowering seminars te geven over jong ondernemen. En ik ben dus samen met mijn vrouw en zoon daar naartoe geweest. En ik heb voor Hindoe Universiteit, Moslim, Christelijke Universiteit gestaan. En dat is een fantastische ervaring geweest. Dankjewel Rob, duidelijk verhaal. Mooi dat je zo met passie over je boek vertelt. En ook, ik wou even tegen Juliette zeggen, de laptop van Hanny gehoopt een klein beetje. Rob heeft zich daar gelukkig niks van aangetrokken en heeft gewoon prachtig over zijn boek verteld. Juliette, misschien kan je daar nog heel even naar kijken. Ik heb er geen last van, maar is het voor jullie vervelend? Nee? Prima, ja? Oké, dan gaan we gewoon verder. Rob, kun jij nog even de titel van het boek zeggen voor mensen die echt geïnteresseerd zijn... Dat je even de titel nog van het boek geeft. Juliette heeft hem ondertussen helemaal gelezen. Ik ben er... het idee is om hem ook nog helemaal te lezen, maar hij is nu ook in het Nederlands. Dat is voor mij wat handiger dan Engels. Kun je de titel van het boek nog even zeggen? Ja, de titel van het boek zoals dat nu op de markt is, is The Journey to Young Entrepreneurship. En het boek wat nu in de Nederlandse variant wordt klaargestoomd en wat waarschijnlijk begin juni uit zou komen, is De Reis naar Jong Ondernemerschap. Maar de Engelstalige versie is gewoon online te vinden en beschikbaar. Oké, heel erg mooi. Je bent ondernemer, Rob, in hart en nieren. Hoe kom jij op nieuwe ideeën? Hoe kan jij jouw creatieve geest aan het werk zetten? En wat doe je dan vervolgens? Hoe bouw jij dan jouw ideeën? Hoe ga je dat dan opbouwen? Kun je daar iets over vertellen? Ja, een van mijn eigenschappen, en ik laat het aan jullie over of dat positief of negatief is, is dat als ik iets in de kop heb, dat het ook moet gebeuren. Ik ben door de jaren heen best wel proactief geweest in ook het daadwerkelijk uitwerken van de ideeën die ik in mijn hoofd had. Ik probeer dat nu wel wat meer te beheren, zeg maar, en daar ook wat rustiger mee om te gaan. Maar ja, ik zie heel vaak kansen ik probeer ze dan ook meteen aan te grijpen. En ja, de start van mijn bedrijf Events Holland 13 jaar geleden was ook zo'n kans dat ik dacht, ik wil daar heel graag instappen. Ik zie een gat in de markt. Ik kan doen wat ik leuk vind. Dus waarom zou ik het niet doen? En ik heb inmiddels dus wel ook een strategie en een stappenplan ontwikkeld om te zorgen dat wat ik in mijn hoofd heb aan creativiteit, om dat ook een beetje te structureren, te kanaliseren en daar ook zeg maar op een volwassen manier zonder al te veel emotie ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En dat is wel heel erg belangrijk geweest en daar heb ik me de jaren door de jaren heen ook wel beter in ontwikkeld om echt ook
niet alleen met een subjectieve bril, dus met heel veel emotie, maar daarna ook met een objectieve bril te kijken van, joh, gaat dit goed? Kan dit? Heeft dit kans van slagen? En zullen we het gaan implementeren? En ja, net als met die coachings en presentatieklussen op de diverse onderwijsinstellingen, vind ik het fantastisch om te zien hoe de jonge generatie bezig is met out-of-the-box ideeën. En daar krijg ik ontzettend veel energie van. En het leuke is dat de mensen met wie ik in aanraking ben gekomen op die verschillende onderwijsinstellingen, ja, met een aantal werk ik gewoon ook heel succesvol samen. En ja, dat vind ik wel heel erg gaaf. En dan kom je er ook echt achter dat er alweer een generatie jonger dan mij is, die nu dingen aan het doen is, die ik niet meer volg. En nou ja, dan realiseer je ook ja, dat je gewoon ook zelf heel goed in de wedstrijd moet blijven om te zorgen dat je de wereld van nu nog aan kan. En dat is mooi, dat is uitdagend en dat houdt je ook elke dag scherp. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Rob. Mijn man is toevallig ook ondernemer. Die zegt altijd van de vijand, de concurrent, niet de vijand hoor. De concurrent slaapt nooit, Aline. Dus blijf altijd scherp. Dus dat hoorde ik ook echt uit jouw verhaal. Toen ik jou leerde kennen, dat jij hier voor het eerst kwam toen. Ja, zo heb ik jou echt leren kennen zoals je het vertelt. Van wij doen met veel passie, doen we de Hartelijke Huiskamer. En toen was jij ook meteen zo, oh, ik krijg hier zoveel energie van deze blijheid en het ondernemerschap. Dat vertel je nu ook eigenlijk, hè? Dat jonge studenten en jonge mensen, ja, dat je daar echt blij van wordt van al die creatieve ideeën en die ontwikkelingen. En nou, helemaal leuk om te horen. Nog één vraag, Rob. Waar ben je het meest trots op en waarom? Ik ben eigenlijk het meest trots op het feit dat ik die sprong heb gemaakt om te gaan ondernemen. En je belandt dan ook wel, zeg maar, in een bepaalde rivierstroom, waarin je op het moment dat je die eerste keuze helemaal hebt gemaakt om te gaan ondernemen, dan besef je eigenlijk nog niet dat dat een keuze is geweest, waaraan door de jaren heen nog 100.000 kleinere keuzes gaan hangen. Hè, op het moment dat je start met ondernemen, krijg je op een gegeven moment de vraag, hallo, ik werk 120 uur. Gaat dit nog wel goed? Word ik op deze manier nog wel gelukkig en oud? Dus dan komt de volgende keuze. Moet ik personeel aannemen? En dan heb je personeel. En dan heb je weer de volgende keuze die zich aandoet. Hoe kan ik zorgen dat ik het jaar door renderend kan zijn? Dus die eerste sprong die ik heb gemaakt toen ik 26 was. De keuze voor het ondernemerschap. Ja, daar ben ik eigenlijk het meest trots op. En het ondernemerschap heeft mij gigantisch veel geleerd. Het heeft me op heel veel plekken in de wereld gebracht. Het heeft me fantastische mensen doen ontmoeten. En ja, dat is ook de reden waarom ik nog wel met heel veel ja, ook blijdschap terugkijk op het ondernemerschap. Ondanks dat het nu wat betreft het bedrijf wat actief was in de groepsarrangementen en toerisme even voorbij is. Nee, duidelijk Rob. Daar kun je ook zijn, daar kun je trots op zijn. En we gaan het zo even hebben nog over de gevolgen van de coronacrisis voor jouw bedrijf. Daar gaan we zo even op terugkomen. Ik kijk even naar Ingrid, want die wilde nog een. Die zit te popelen om de vraag aan jou. Nee, het is fantastisch om te horen hoe actief je ook bent om anderen te helpen jouw vak te leren, daar passie voor te krijgen. En ik was gewoon nieuwsgierig, wat is, als coach, want je bent ook coach en je helpt ondernemers, wat is de vraag die jij het liefst aan iemand stelt? Ja, heel leuk. Ja, bij de mensen die voor het eerst met mij op een coachingsgesprek komen, vraag ik ook eigenlijk altijd als eerste, wat is de reden dat je om hulp hebt gevraagd? En ik realiseer me wel degelijk dat het vragen om hulp een van de moeilijkste vragen is die wereldwijd door mensen worden gesteld. Ik gebruik die theorie ook altijd in mijn coachingsessies. De top 3 van dingen die wij als mens lastig vinden om tegen elkaar te zeggen. Annie, die herinnert ons gesprek ook nog wel. Dat is, ik hou van je, het spijt me en ik heb hulp nodig. En daarom complimenteer ik ook altijd iedereen die in contact komt, in dit geval met mij, maar überhaupt met een coach, met het feit dat ze gewoon bevestigen en toegeven dat ze dingen niet alleen willen of kunnen doen. Dus, en vaak met die vraag die ik dan stel, kom je eigenlijk ook meteen heel erg diep in het hart van degene tegenover je terecht. En dat helpt ook die andere persoon om zich meteen heel erg te openen. Het geeft vaak een heel comfortabel gevoel. Dus ik vind het heel leuk dat je me deze vraag stelt. Ja. Dankjewel.
stelt eigenlijk die drie vragen. En daar herken ik me ook wel in. Waarom is dat zo moeilijk, hè, voor onze generatie om te zeggen, ik hou van je, ik heb hulp nodig. En nog eentje, het spijt me. Die vind ik iets makkelijker. maar inderdaad, die drie vragen. Maar ja, dat zegt iets over de kwetsbaarheid. Hè? Je kwetsbare opstelling van iemand persoonlijk. Waarom is het zo moeilijk? We willen alles zelf doen. Waarom kunnen we niet gewoon zeggen van, ik heb even hulp nodig. En een ander is graag vaak bereid om hulp te geven. Terwijl wij dat dan zo moeilijk vinden soms om te vragen van hè, dat kunnen wij allemaal zelf wel. Maar dat is dus niet altijd zo. En je moet anders soms ook de kans en de gelegenheid geven om je te helpen. Want die vinden dat vaak heel erg leuk. Ik ga even nog een soort verbinding maken naar de coronatijd. Hoe het leven op dit moment er voor jullie uitziet. Ga ik eerst even naar Hanny. Kun jij vertellen, we zitten nu alweer voor de zesde week ondertussen in de lockdown, de intelligente lockdownperiode. We hebben gisteravond allemaal kunnen zien bij Rutte dat we daar voorlopig gewoon nog wel even in zitten. De scholen, ik ben zelf op zich, kan ik achter de maatregelen staan en de versoepeling, maar het brengt ook voor ons toch wel weer wat teleurstelling en aanpassingsgedrag en creativiteit mee, hè, als ondernemer, want we moeten allemaal onze dingen weer veranderen en bijstellen. Kun jij vertellen, Johanny, hoe het voor jou is in deze tijd momenteel? Hoe doe jij dat in de coronatijd? Ja, ik zie wel dat er grote verschillen zijn. Ik heb het idee dat de ene helft van de samenleving tot rust is gekomen. Dus dat ze veel thuis zijn en zeggen, ik ben met mijn huis en met opruimen en dat soort dingen bezig. Dus dat er meer rust in bij mensen gekomen is. Maar er is ook een groep mensen, en daar val ik dan zelf onder, die nog harder is gaan rennen. Want ik zag gewoon, we hebben veel klanten, die zijn allemaal ergens in de fase van startend ondernemerschap. Mensen hebben nu meer behoefte aan ondersteuning of aan een coach of een adviseur die meekijkt van, is het slim om nu te starten of kan ik dat beter toch even uitstellen in deze tijd. Dus het mooie van deze periode vind ik wel dat ik ben veel op congressen, HR-congressen en als het over de arbeidsmarkt of de economie gaat. En dan is er ons jarenlang verteld dat wij een achterstand hebben als het gaat om digitale vaardigheden gericht op de toekomst. Ik denk dat we die nu in 6 weken tijd heel mooi ingehaald hebben. Want bij ons is alle dienstverlening online. En of dat nou via Google Meet of Hangout is, of via Zoom, of via Teams, of Whereby. Alle klanten zijn linksom of rechtsom toch blij dat we ze kunnen benaderen en kunnen bedienen. En het blijkt dus toch dat zo snel mogelijk is geworden nu in deze tijd. En dat vind ik mooi. En het tweede wat ik prachtig vind, dat is dat er veel meer ruimte lijkt te komen voor vanuit de rust om na te denken over bezinning en bewustwording. Lijkt wel een bewustwordingsrevolutie, als je het zo zou kunnen zeggen. Ik ben ook heel benieuwd of we naar de toekomst toe het nu vast gaan houden. De waarden van de dingen die we nu merken, dat mensen de natuur meer waarderen en de rust die er is in de samenleving. En dat de wegen minder druk zijn, er zijn geen files meer. Of dat we toch weer heel snel terug zullen gaan, net zoals na een vakantie. Dat je zegt, ik hou mijn vakantiegevoel vast. Maar dat we heel snel weer terug gaan in de oude rush. Ik hoop dat zelf eigenlijk van niet. Ik heb wel heel erg te doen met de sectoren die echt zo ernstig getroffen zijn. Zoals horeca, in dit geval Rob dan ook. Het hele hotelwezen en reis- en evenementenbranche. En ook de theaters, de cultuursector en sportscholen. Wij zitten wel vooraan om mensen van dienst te zijn. Om te kijken, hoe kun je daar nou innovatief mee omgaan? Met die 1,5 meter samenleving. En wat kunnen wij gezamenlijk, hoe kunnen we mee ondersteunen dat daar in mooie voorbeelden toch ook hele goede dingen uit gaan komen. Maar het is wel, voor mij is het een hectische tijd. Dus ik voel nog niet de rust die vele anderen voelen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, ik kan me daar wel een beetje in vinden, Hanny. In het verhaal dat jij zegt ook, die onrust. Je moet als ondernemer deze kant op. We gaan allemaal online. Wij zijn ook online gegaan. Hè? Moet je ook weer dingen voor regelen. Maar ook, wat zijn straks de maatregelen? Gaan we weer terug naar het normale? Of volgen we dat online track meer? Ook het milieuvraagstuk. Je wordt bewuster. Je denkt eens even na van, moet de wereld niet een andere kant op? Denk ik ook wel eens over na van, hoe gaat dat straks uitzien als dat langere tijd duurt? Maar dan krijg je ook de economische vraagstukken. Want straks moet iedereen natuurlijk weer geld verdienen. En gaan we dan niet allemaal gewoon weer, hè? Gewoon volop erin en dan, ja, nu zijn we allemaal wat bewuster. En ik denk, dat moet anders. Maar ja, straks moet er ook gewoon weer geld verdiend worden. En hoe gaan we dat dan weer met z'n allen doen? Dus
het geeft wel wat vraagstukken en dingen waar we ons mee bezighouden. Rob is ook al een paar keer aan de orde geweest. 10 april heb je faillissement van Hoorn Events aangevraagd. Jij zat volop in de sector waarin de klappen vielen, evenementen. Daarnaast is jouw bedrijf ook nog seizoensgebonden. Jij vangt je inkomsten in april, mei, juni. Dus het kwam exact op het moment waarop jouw seizoen eigenlijk moest gaan draaien. Kun je daar iets over vertellen, Rob? Ja, zeker. Nou ja, wat je zelf ook al aangeeft, we zijn een redelijk seizoensgebonden organisatie. We proberen iedereen gewoon een jaar rond aan het werk te houden. Alleen op het moment dat Trump op 12 maart met het reisverbod kwam tussen de States en Europa. En op 13 maart ook de eerste annuleringen binnenvielen van onder andere de rederijen vanuit Amerika en Canada. Ja, dan kom je wel in een hele gekke, rare film terecht. Die stapsgewijs alleen maar heftiger wordt. In eerste instantie wordt gecanceld voor de maand april. En is er uitzicht dat per 1 mei de boel beter is. Maar ja, door de dagen heen zie je ook de intensiteit van het virus verplaatsen. Ook na Amerika zelf. Dus daar is de klap ook ontzettend groot. Ja, en voor je het weet zie je daags na Pasen ook de hele corporate markt in elkaar storten. Congressen worden gecanceld. En dan zie je eigenlijk dat je in de volle breedte je bedrijfsvoering eigenlijk volledig terugvallen naar nul. Ja, en dan kom je in een hele gekke situatie dat je vaste kosten hebt, vast personeel. Dat je in de winter volop hebt voorbereid op die mooie tijd. Waarin we ook vandaag, as we speak, gewoon gigantisch in de drukte hadden moeten zitten. Maar ja, dat er gewoon geen weg meer uit is. En ja, op een gegeven moment heb ik dus besluit moeten nemen. In goed overleg met bank. Goed advies ook van de accountant om te zeggen, joh. Kan gewoon niet meer, het gaat niet meer. Het is over en uit. Ja, voor onze verlies verhoren, denk ik. Ik vind het heel jammer dat het ophoudt te bestaan. En ook door zoiets vervelends, eigenlijk wat je totaal niet in de hand hebt zelf. Ik denk dat je, we hebben het heel kort voor de uitzending even over gehad, dat je er goed over hebt nagedacht, ondanks dat we in die hele rare film zitten. En dat je echt zelf het gevoel hebt dat je in een film zit. En dat je echt je verantwoordelijkheid hebt genomen en goed over hebt nagedacht, de goede stappen hebt gezet. En zo goed mogelijk dat probeert te doen. Ik denk dat je daar nog steeds in zit. Dat je nog steeds aan het denken bent van hoe kan ik dat zo goed mogelijk regelen voor de mensen die bij mij in dienst waren. En hoe moet ik dat allemaal zo goed mogelijk afronden. Hele vervelende situatie. En ik wens je natuurlijk ook alle succes mee. En ja, het is niet alleen voor jou, maar ook voor de mensen in de horeca momenteel. Zie je ook shooters, zag ik van de week ook vandaag of gisteren ook voorbij komen. Daar beginnen nu ook zichtbaar te worden dat die het niet, juist deze tijd, april, mei, het wordt weer mooi weer, dat die dan niet kunnen gaan knallen volop. Dat heeft ook voor jou, geldt ook voor jou helaas. Even kijken, Ingrid, heb jij nog een vraag voor Rob? Of zullen we straks naar jouw tip gaan? Kijk even naar de tijd. Ja, ik heb wel een vraag voor Hanny. Het gaat over, je vertelde net dat je een community wilt bouwen. En ik ben nieuwsgierig hoe dat er dan uitziet. En wat wij dan voor jou daar kunnen doen. Welke hulp kan jij erbij gebruiken? Hey, wat aardig, Ingrid. Ik moet je zeggen, sinds 1 maart is mijn dochter ook in het bedrijf gekomen. En die heeft bij toe, dat zal vast geen toeval zijn, maar zij is meer van met ervaren met alle technologie en alles van deze tijd. Dus zij heeft ons enorm geholpen om te kijken naar hoe we alles van live naar online konden krijgen. En het tweede wat ze zei is, mam, jouw website is eigenlijk niet meer van deze tijd. Ik kan gewoon zien dat die verouderd is. Ik dacht, mijn website is helemaal oké. Ik hoor nooit dat daar iets niet goed op is.
dan heb ik zelfs iets als de communicatie maar goed is, vriendelijk. Dat mensen voelen dat ze niks moeten, maar gewoon uitgenodigd worden. Dus ik dacht, nou, die is best oké. Okay. En toen ging ik het een paar mensen vragen en die zeiden, nee, die is echt inderdaad heel verouderd. En nou is ze met een nieuwe website bezig en zij vindt dus dat daarachter iets moet hangen van een community. Waardoor, we hebben een paar duizend mensen ooit mogen begeleiden in de afgelopen 20 jaar. En zij zegt, wat zou er nou mooier zijn dan dat je die allemaal met elkaar in verbinding brengt. Dus je zoekt een fotograaf en zoekt dan een van de fotografen die nou ja, via ons gestart zijn. Of op alle mogelijke manieren kun je met elkaar ook in groepjes elkaar helpen. In de persoonlijke dienstverlening, zeg maar, dat je voor elkaar reclame maakt, naar elkaar doorverwijst. Maar dat kan ook in de zakelijke dienstverlening of in de evenementenbranche. Dus en ik geloof dat zij dat nu wil doen, dat ze zegt, als de klanten binnenkomen, dat we toch vragen van, zullen we met elkaar connecten? Ik ken dat wel via LinkedIn, daar gaat het me gemakkelijk af. Maar dat het ook nog via Facebook moet. En we vertellen nu stories van onze klanten, hoe zijn ze binnengekomen? En dat gaat op Instagram. Want Instagram, ik dacht dat dat alleen voor plaatjes en foto's was. Maar dan kun je dus zien dat daar zo snel verandering in komt. Of ik zie kleine filmpjes op TikTok verschijnen. Ik moet je zeggen dat ik dan dus merk dat ik ouder aan het worden ben. Maar als het gaat om hoe wij dat hier onderling zouden kunnen doen, vind ik dit al een fantastisch initiatief om met elkaar te verbinden. En ik zou je met haar in contact moeten brengen om te bedenken hoe wij dat hier in Horen en omgeving ook nader, verder uit kunnen werken. En hoe ik dat dan ook lokaal elders in Nederland kan doen. Want we zitten ook in Noord-Brabant en in Gelderland. Maar ik vind het een mooi mooie vraag. En ik zou er op alle mogelijke manieren over na willen denken hoe we zo'n community breder trekken. Want het hoeft natuurlijk helemaal niet alleen over onze klanten te gaan. Nee, het hoort echt... ik wil nooit buitensluiten, dus heel graag. Ja. We kunnen daar nader over in gesprek gaan. Alleen als het gaat om gebruik maken van de nieuwste social media dingen, dan moet ik bij jullie of bij een ander terecht. Ja. Nou, want ik ken ook een paar goede community builders die echt in een bedrijf werken waar ze het internet open willen houden voor iedereen. Dus die daar heel veel mee doen. Dus die wellicht hebben die ook nog wel mooie ideeën. Mooi, ja. Kom ik graag bij je terug. Ik heb twee mensen met elkaar een beetje geconnect heb, dus dat doet mij heel erg goed. Ik zit ook met plezier te luisteren, Wanny, naar je vrouw of je dochter die jou even vertelt hoe de nieuwe generatie het ook aan het doen is. Dat herken ik helemaal, moet ik zeggen. Ik ben heel blij met Juliette als dochter in mijn bedrijf, omdat... Het zijn ook degene, je dochter die durft het ook gewoon allemaal te zeggen. Je personeel zal misschien niet altijd dat durven aan te geven, maar je dochter, daar krijg je het gewoon op het hee te horen van, mam, zo moet het of zo moet. En dat is natuurlijk super fijn dat iemand jou dan toch, want je bent met je eigen visie bezig, maar het is ook wel eens fijn om dan van de nieuwe generatie te horen van, hey, welke kant moet het op? Want ik vind techniek ook lastig. En ik vind ook, Juliette doet dat nu in dit geval, en hoe de jonge generatie dat allemaal snel en goed aanpakt, daar kunnen wij dan nog wel weer wat van leren. Zij kunnen op andere gebieden vaak weer wat van weer, dus dat herken ik helemaal. Ik ga nog eventjes naar Rob. Rob, als jij nu kijkt en je bent nu 40, vertel je net, en je zou zo zeg maar 10 jaar verder kijken. Wat zou je dan, heb je ideeën? Je hebt natuurlijk naast Horen Events heb je natuurlijk je holding, maar je hebt natuurlijk ook andere, kun je daar iets over zeggen? Van, heb je al dromen of ideeën daarover? Ja. Nee, absoluut. Even een grove correctie. Ik word over 2 weken pas 40. Dus ik geniet nog even van het feit dat ik in de 30e jaren zit. Nee, eigenlijk laat ik het open. Ik ben nu met name aan het kijken of ik toch kansen zie voor een doorstart. En zo ja, op welke manier en ook wanneer. Want voorlopig ziet het er echt naar uit dat de internationale reiswereld nog wel heel erg op slot zit. Maar verder ben ik wel echt positief verrast door de mooie reacties die ik heb gekregen. En ook de harten onder de riem. Dus ik hoor ook van andere mensen dat ik talent en capaciteit genoeg heb om die op een of andere manier vorm te gaan geven. Ik zit nu, omdat het nog te pril is, nog wel in de fase dat ik dat eigenlijk allemaal nog eventjes loslaat. En gewoon daar echt de komende periode mee aan de slag ga. Hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik ben nu ook vooral veel met het gezin. Ik ben op therapeutische basis onze tweede badkamer aan het schilderen thuis op school. En ook aan het genieten van het weer. Dus, en daarbuiten ook gewoon focus op een zo goed mogelijke afronding van het faillissement.
samen met de curator. Dus eigenlijk is het nog een beetje een open doel. En vooralsnog frustreert dat mij niet heel erg. Nee, je doet het heel goed. Je even tijd van bezinning op dit moment. En daar is de tijd ook naar. En dat is ook heel goed wat je doet. Gewoon eens even rustig nadenken van, ja, dit is allemaal heel kort en snel gegaan. Het is bijna te snel om bij te houden, denk ik, die veranderingen allemaal. En gewoon even pas op de plaats en eens even bezinning wat er hier gebeurt. En je zaken goed afhandelen en dan gewoon eens even goed nadenken. Dat doe je heel goed en geniet ondertussen inderdaad van een mooie tijd. Omdat je toch thuis zit op andere dingen. Dat is ook je positief karakter, hè? Dat je dan die dingen wel gewoon weer kan waarderen. Ik kijk eventjes naar de tijd. Het is 3:50 alweer. Jij zal het niet geloven. Maar Ingrid, we gaan even met jouw tip van de dag gaan we eerst even doen. Want die schiet er soms een klein beetje bij in. Dus ik geef jou eerst even het woord hierover. Nou, waar ik vandaag over wil hebben, omdat we hier ook met ondernemers zitten. Of hoe ga je om met weerstand van medewerkers in je team? Want ook gisteravond weer. We zitten in de lockdown. Nou, dat zit al een tijdje. We hebben ons daar eerst aan moeten aanpassen. Mensen schieten al heel snel in de weerstand, omdat er een stukje angst achter zit. Wat betekent het voor mijn rol? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Heb ik nog wel een inkomen? Heb ik nog wel werk? Kan ik nog wel dingen zelf regelen? Of wordt alles voor mij geregeld? Wanneer ik in de weerstand schiet, nou ja, dan, en dat doe ik op het moment wanneer mensen mij niet meer behandelen als Ingrid, maar mij als een nummer gaan behandelen en ook niet meer echt naar mijn zorgen luisteren, maar daar gewoon overheen walsen, dan schiet ik in de weerstand. En wat ik dan doe, is dan ga ik niet meer meewerken, dan luister ik ook niet meer naar wat jij zegt, dan ga ik dingen heerlijk uit perspectief trekken en overdrijven en ik ga roddelen. Dus ik ken mezelf wat dat betreft goed. Dus het is heel eenvoudig voor managers om even met die weerstand te werken. Denk aan de ander als mens. Dus denk niet aan de ander, of daar heb je die zeur weer. Want als die zeur geen aandacht krijgt, wat die zeur gaat doen, is nog meer zeuren om toch maar die aandacht van jou te krijgen. Zie die persoon als mens. Welke angsten, welke overtuigingen, welke doelen heeft die persoon? En vraag daarna. Vraag dan ook, Rob net ook al gezegd, van wat kan ik dan voor jou doen? Hoe kan ik jou dan helpen en hoe kunnen we de dingen samen doen? Wees transparant, wees eerlijk met wat er gaat gebeuren. Wees ook eerlijk dat je het zelf niet weet, dus wees daarin ook kwetsbaar. Maar zeg ook, laat ook duidelijk merken wanneer iemand in de weerstand blijft, wat daarvan de consequenties zijn. Dus die transparantie en die eerlijkheid en die duidelijkheid is ontzettend belangrijk. En dat helpt al een stuk om samen op te lossen, mensen rustiger te krijgen en weer positief, zodat ze creatiever mee kunnen denken. Dat was mijn tip. Dankjewel voor deze tip, weer erg mooi. Daar komt ook dat stukje kwetsbaarheid een beetje in voor, waar we het al eerder over hadden dit uur. Dat eigenlijk als je kwetsbaarheid, kan ook soms je kracht zijn. Hè? Ik bedoel, door je kwetsbaar op te stellen en vertelt eigenlijk van wat jouw behoefte is op dat moment. Dat kan ook je kracht zijn. Daarin kunnen andere mensen jou dan ook tot steun zijn en helpen. Ik kijk even naar Hanny nog. Hanny, heb jij nog iets wat wij niet aan jou gevraagd hebben? Zou jij nog iets tegen de kijkers willen zeggen of iets toe willen voegen? Misschien nog wel leuk om een voorbeeld te noemen hoe je alert en snel kunt reageren als je iets nieuws hoort. Zoals gisteravond van Rutte, hij gaf aan dat jongeren tot en met 18 jaar nu wel weer mogen sporten. Nu ken ik een sportschool in Amsterdam en Volendam, Gympact. En die hebben na vanochtend, zeg maar, hebben ze meteen een mail uitgedaan aan alle vaste abonnees, alle klanten. En ze hebben laten weten dat zij hun abonnement om mogen zetten naar hun kinderen. Want er zijn veel ouders met kinderen nu thuis. Ze kunnen er ook last van hebben dat ze iets te veel met elkaar op elkaars lip zitten. En nu is er gezegd, oké, als dan nog steeds de sportscholen niet open mogen, dan gaan we in ieder geval voor jullie kinderen activiteiten opzetten en sport gebeuren. En dan mogen zij dus hun kinderen op gezette tijden aanbieden dat ze mee kunnen doen binnen deze sportschool met alles wat wel kan. Want tot 18 jaar mag het wel, maar daarboven niet. En het is een manier om creatief om te gaan met het continu na blijven denken. Dit kan niet, wat kan wel? En hoe zet je dan een abonnement ook gewoon om? Als je de ouders aanbiedt van laat je kinderen sporten, dan hebben zij ook even rust en een moment voor zichzelf.
Ja, dankjewel, Hannie. Dat is een heel goed idee inderdaad, omdat de kinderen tot 18 jaar nu wel mogen sporten. Hè. En dat geeft de ouders ook meer rust om hun werkzaamheden thuis te gaan doen. Dat ze thuis ook wat beter kunnen werken en wat productiever kunnen zijn. Ik heb daar zelf geen last van, ik heb geen kleine kinderen, maar ik kan me dat levendig voorstellen. Dat je zit te werken en dat je steeds wordt afgeleid door mama of er wordt iets gevraagd. En fijn dat die sportscholen daar dan nu op dit moment alweer zo snel op in kunnen spelen. Kan je nog even de naam van die sportschool zeggen? In Amsterdam had je het over? Ja, in Amsterdam is hij nu nog niet open, maar in Volendam wordt het voor de bestaande klanten gedaan door Gympact. De sportschool heet Gympact. Goed te horen, dus Gympact speelt er al op in. En misschien dat hier in Hoorden ook nog wat sportscholen zullen volgen die dat idee ook gaan volgen. Dankjewel, Hannie. Rob, heb jij nog iets te zeggen dat je zegt van nou, dat wil ik echt nog kwijt of dat heb je vergeten te vragen? Nee, wat ik wel heel erg mooi vind, wat ik zelf ook altijd aan andere mensen adviseer die zeggen dat ze heel veel stress hebben of dat ze het druk hebben of wat dan ook. Dat geldt nu ook wel een beetje voor mezelf in deze situatie. Hè, wat is nou de definitie van stress? Het is vaak niet dat je het druk hebt, maar dat je denkt dat je het heel druk hebt. Het is vaak de manier waarop je met dingen omgaat. Nou ja, en dat is nu ook wel relatief of relevant voor mijzelf. En ja, dat probeer ik ook vooral te blijven doen in deze onzekere periode die voorlopig nog niet voorbij is. En dat gun ik eigenlijk iedereen om goed te blijven nadenken, goed te zorgen voor jezelf en niet uit emotie besluiten te nemen, maar vanuit bewustwording. En ik denk dat we dat met z'n allen ook wel nodig hebben nog de komende periode. Dankjewel Rob voor deze tip ook. Dus blijf allemaal goed bij jezelf en goed naar jezelf luisteren. En ga niet maar door in het ratelen aan de bovenkant. Dus denk eens even goed na van ja, hoe je dingen aan kan pakken en anders kan doen. En hoe we in kunnen spelen op deze tijd die eigenlijk nog voorlopig niet zal stoppen. We zitten hier de hele zomer nog wel sowieso in tot het najaar. En dan maar weer kijken hoe het allemaal verder ontwikkelt. Ik bedank jullie heel erg, Rob en Hannie, als twee topondernemers, dat jullie mijn gast wilden zijn vandaag. Echt trots op dat jullie hier waren. Ook Ingrid, weer super bedankt dat jij iedere dag je tijd vrijmaakt om hier te zijn. En Juliette natuurlijk ook, de techniek, het liet het af en toe bij Hannie eventjes al weten, maar het is weer goed opgelost. En wij zijn er morgen niet, maar vrijdag wel weer, dan hebben wij het thema eenzaamheid. Misschien voor veel mensen toch ook. Wij hebben er allemaal denk ik geen last van, ze allemaal nog wel doende met ons gezin, verven, klussen of ons ondernemerschap. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die thuis zitten, die eigenlijk niets kunnen en die wel behoefte hebben aan een praatje. Ik heb daarin Mariska van der Zee van hersenkracht.nu bereid gevonden en Claudia Herens, twee vrouwen die zich bezighouden met het onderwerp eenzaamheid. Vrijdag om 3:00 zijn wij er weer. Ingrid, jij bent er dan ook weer. Wil jij nog iets toevoegen? Nee, dit is helemaal perfect zo, Aline. Dankjewel. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Je kunt het ook volgen in de herhaling op YouTube. Vergeet ik nog even te vertellen. Wij hadden vanochtend NH Nieuws. Heeft Rob geïnterviewd. Hannie is ook genoemd, maar ze denk ik vergeet het te bellen of zo. Ik heb zelf geïnterviewd en we worden op het NH Nieuws. Het staat een prachtig verslag van dit gesprek ook van vandaag. Dus kijk vooral even op NH Nieuws over het gesprek van vandaag. En volg ons op YouTube. Daar staan onze filmpjes allemaal. Kun je allemaal terugkijken. Lekker in je eigen tijd als je daar even lekker niks te doen hebt. Ik zie jullie allemaal vrijdag weer. Ik bedank mijn gasten nogmaals. En tot ziens allemaal. Doei doeg!